Johnny de Mol komt niet terug als presentator bij 19:30. Dat maakte hij vandaag bij ons bekend. De droom van een eigen talkshow kwam in vervulling, maar de aanklacht van zijn ex-vriendin Shima Kaas voor onder andere mishandeling is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Op 6 september vorig jaar gaat een lang verwachte wens van Johnny in vervulling. Zijn eigen dagelijkse talkshow 19:30. Alles ruikt nieuw, gasten ruiken nieuw. Nou, iets moet wel uit het hart komen. Dus de onderwerpen die hier zijn, dat hoeven we niet allemaal te liggen. Maar je moet wel iets doen vanuit je hart. Hoewel de kijkcijfers in het begin niet torenhoog zijn, trekt hij in januari tijdens het Voice-schandaal meer dan 800.000 kijkers en reageert emotioneel op het handelen van zijn oom Jeroen Rietbergen. Die pijn en dat verdriet en die schaamte die zijn momenteel voor mij van heel dichtbij voelbaar. Hoe zie jij zo'n Jeroen dan eigenlijk? Ja, wat een ongelofelijke klootzak. Serieus? Ja. Ja, dat is natuurlijk echt een lulde behanger. Maar tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen, we houden natuurlijk wel van hem. In april wordt hij zelf aan de schandpaal genageld als zijn ex Shima Kees hem beschuldigt van mishandeling en poging tot doodslag. Maar in alle eerlijkheid, met twee vingers in de lucht, daar is niets van waar. Maar als er later die maand nog een anonieme aanklacht tegen hem wordt ingediend, besluit hij tijdelijk te stoppen met het programma. Het valt mij heel zwaar. De show gaat door, maar ik doe een stap opzij om te werken aan mijn verdediging. In de hoop en de verwachting dat de waarheid op tafel komt en ik gewoon weer verder kan met mijn werk. Begin deze maand wordt bekend dat Johnny niet wordt vervolgd vanwege gebrek aan bewijs. De weg lijkt daarmee vrij voor een terugkeer bij 19:30, maar vandaag laat hij aan Shownieuws weten daarvan af te zien. Johnny geeft aan dat het een enorm moeilijke beslissing is geweest. Hij is de redactie van 19:30 ontzettend dankbaar voor de tomeloze inzet en het mooie avontuur dat ze met elkaar hebben beleefd. En wil dit moment nog een keer aangrijpen om iedereen te bedanken voor alle warme berichten die hij de afgelopen periode heeft mogen ontvangen. Ja. Hij komt niet terug. Is dat een schok voor jullie of had je dat verwacht? Nee, dat heb ik wel redelijk zin aankomen. Ook al geschreven. Want ja, iemand die uit zijn omgeving die zei dat hij echt helemaal niet in de koude kleren gaan zitten. Hij heeft zich anderhalf jaar, zolang als die zaak liep, een beetje gegijzeld gevoeld. En voortdurend die druk gevoeld van hoe de buitenwereld naar hem keek. En het is geen losstaande zaak, want er speelt natuurlijk veel meer. Met zijn familie ligt onder vuur. Zijn zus is ziek, Danielle. Dat trekt hij zich heel erg aan. En al met al is het niet de Johnny die we kennen. Die vrolijke jongen die het altijd mee zat in het leven. En gewoon de vlierenfluiter die toch ook nog eens hard werkte voor zijn eigen geld. En dan is het opgeteld, ja, dat programma, dat is er nog steeds. Maar ja, het is nou niet dat het stil is op straat om 19:30. En dan krijg je ook nog te maken met, wil ik daar dan weer per se in terug? Elke dag ook nog eens in een programma waarin het heel vaak over dit soort dingen gaat, als waar die net nou zelf vanaf is. En dus al met al denk ik dat het wel een begrijpelijke keuze is. Hij gaat aan zichzelf werken, hij gaat op reis, hij is elke dag in de sportschool te vinden, dan moet 10 kilo af, heeft hij zelf gezegd. En ik denk dat hij gewoon even wat anders moet gaan doen. En programma's moet maken zoals hij vroeger deed. Lekker op locatie. En er komt heus wel weer wat. Ja, die rechtszaak is van de baan. Dat heeft hem heel lang achtervolgd. Heel lang had hij de schijn enorm tegen. Wat doet dat met iemand? Nou ja, ik weet uit de praktijk dat als iemand... Hij had natuurlijk, laat ik zeggen, die beschuldiging was ook niet niks. Het ging niet over een winkeldiefstal, het was over een ernstig feit. Zeker in deze huidige sferen. Zware mishandeling. En ik weet uit eigen praktijk dat mensen kapot kan maken. En met name ook als je onschuldig bent, dan komt het nog harder. Kijk, als je iets hebt op je kerfstok, dan kun je zeggen, ja, dat moet ik ondergaan. Maar als je onschuldig bent, dan moet je het ook ondergaan, maar dan op een andere manier. En dit is echt trial by media ook geweest. Ik weet dat hij zelf de beslissing heeft genomen, maar hij is niet degene geweest die zichzelf heeft beschuldigd, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm. Dus dat kan iemand kapot maken. Hij heeft er zelf over gezegd ook dat hij wil gaan werken aan zijn directe omgeving. Dat begrijp ik ook. Het heeft even juist uitgelegd waar dat precies over gaat. En het is een positieve uitslag van het onderzoek, maar de weerslag van die periode op hem is uitermate zwaar geweest. Dat hebben we ook net kunnen zien. Ik zou bijna zeggen, maar daar moet je nog voorzichtig mee zijn. Ik zou eens die maatschappelijke discussie heroverwegen. Hè? Want als je het toch ziet, want in feite is die jongen ook gecanceld. En dat gebeurt een heleboel bekende Nederlanders. En daar zullen bepaald wel mensen bij zijn die wel iets op hun kerfstok hebben. Maar voor de mensen die niets op hun kerfstok hebben, zoals Johnny, is het
natuurlijk verschrikkelijk. En iedereen had zijn mening al klaar natuurlijk over hem. Iedereen, laat ik zeggen, de vonnissen lagen al klaar in de maatschappij. En zo zie je wat een tribal media kan doen. Met iemand, hè. Dus een jonge vent, dus die zal er overheen komen. Maar ik weet uit de praktijk van cliënten die ik heb bijgestaan, die uiteindelijk na jarenlange gevechten werden vrijgesproken of zo. Ik heb er mensen bij gehad die leven niet meer zagen zitten. Het is dus, dat moeten mensen ook eens aan denken. Als je zo iemand lichtvaardig beschuldigt... En hij is onschuldig. Ja, nee, maar dat zeg ik. Ja. Dat is nu bewezen, maar dat is natuurlijk niet in alle gevallen eindigt het zo. Dus ik kan me wel voorstellen dat het een menselijke eigenschap is als je dan tegenover iemand zit, je denkt, ja. Maar en het wat zou nou, het verandert voor altijd iets, dat bedoel ik. Ja, maar kijk, of je dat nou wil of kijk, niet. Nou, niet meer hoop ik. Hè? Nou ja, nou, nee, nou, nee, nu niet. Nou, maar dan moet je nog, nou, dan moet je, ja, dat, daar moet je nog voorzichtig mee zijn. Want ik weet ook uit de praktijk dat weliswaar bijvoorbeeld in dit geval niemand er een vrijsprekend vonnis was. En dat die meneer of mevrouw toch jarenlang er nog werd. Kijk, dat barokus is vuur. Ja. Zo denken mensen soms. Maar jij wilde wat zeggen, Iris? Ja, nou kijk, het lastige. Ik denk dat je het gesprek over dit soort zaken natuurlijk wel gewoon moet blijven voeren. Maar het lastige is, zie je ook aan andere zaken die zo publiekelijk zijn, dat het gewoon zo lang duurt tussen aanklacht en uitspraak. Ja. Dat is het gewoon. Dat zie je ook, nou ja, ook bij een Glennis Grace bijvoorbeeld. Dat je denkt van, ja, als we gewoon met z'n allen gewoon die zaak hadden afgewacht, ook zij, niet dan al in de media verschijnen, ja, dan was het misschien anders geweest. Maar er zit gewoon zo'n anderhalf jaar misschien. Er zit zo'n tijd tussen. Ik vind dat het wel anders dan met Johnny, want die heeft 2 jaar in de hel geleefd. Uiteindelijk was er helemaal geen enkele reden. Nee, precies. Maar het punt was eigenlijk we horen jou niet. We gaan het oplossen. Maar het is niet alleen het tijdsverloop. Het is ook, wat ik voor pleit is dat men voorzichtig moet zijn als iemand iets roept over een ander, om dan meteen de mening klaar te hebben. Ja. Dat is wat ik bedoel met die maatschappelijke discussie die misschien de andere kant op zou moeten gaan. Helder. Wat gebeurt er nu met 7:30? Ja, dat weet Talpa nog niet. Ze zeggen van, nou ja, zodra er nieuws over is, dan gaan we dat melden. Voorlopig zeggen ze dat ze gewoon doorgaat. Maar ja, we weten allemaal dat Leonie natuurlijk naar RTL gaat. Ja. Dus dat is eind van het jaar. En dan zouden ze weer een nieuwe presentator moeten zoeken en vinden. En dus al met al is de... ik weet het niet. Uiteindelijk denk ik wel dat het gaat stoppen eind van het jaar. Maar daar is nog niets over gezegd. En dat moet ik misschien ook helemaal niet zeggen, want die medewerkers weten ook van niks. En die wachten gewoon af wat er gaat gebeuren. Maar Johnny komt niet meer terug. Dat is het nieuws van vandaag. En rond hem was dat programma opgetuigd natuurlijk. Helder. Willen we nog even... Ja, dat kan. Hartstikke leuk. Katrine Keil heeft Keil was een vaste medewerkster van dat programma. Die ook nog van niks weet. Maar die hebben we wel even gevraagd naar haar reactie op het nieuws van vandaag. Johnny is dus gewoon weg omdat een anoniem iemand een klacht heeft ingediend. En dan denk ik, ja, ik vind dat gewoon niet oké. Ik heb gezien hoe hij eraan toe was. En dat was niet leuk. Dat is echt iemand die totaal kapot was. En ja, ik vind dat zo erg dat dat door een anoniem iemand kan gebeuren. Verschrikkelijk. Ik weet ook nog de uitzending daarvoor dat ik hem interviewde over dat gedoe bij The Voice, weet je wel. Dus dat had hij ook al. En nou, dat was dus ook al heftig. En dan die anonieme aangifte. En ook nog eens een zusje die ziek is. Ja, het is allemaal veel te veel. Dat begrijp ik heel goed. En je hebt toch aardig wat televisie gemaakt in mijn leven. Maar ik heb niet bij één programma zoveel absurde situaties meegemaakt. Het is echt, bizar. Je kan het gewoon niet bedenken. Wat wens u, Johnny? Nou, ik denk eigenlijk dat het een hele goede programmamaker is. Met heel veel liefde voor zijn medemens. En ik hoop dat hij daar nog heel veel mooie programma's over gaat maken. Nou, we gaan het zien. De recorduitzending heeft Catherine op haar naam geschreven. Die meer dan 800.000 kijkers, dat was dat interview. Moet hij er nu toch een paar doen dan? Van die 7:30. We gaan het zien wat er gaat gebeuren. Leuk, spannend.